Emmanuelsson, de goede ingreep. De Zeeuw. De Zeeuw, even aangetikt. Het is voordeel. De Jong snel naar Suárez. Suárez. Maar nu nog een keer Suárez. Twee keer weggedraaid. En heel mooi gekruld, maar net niet genoeg gekruld. De mooiste momenten zijn toch, als het om Ajax gaat, altijd weer van Suárez. Dit doet hij prachtig. En Titon kijkt hem eruit. De Zeeuw. Suárez. Goed aangenomen. Suárez. Ja, en dan is dit een penalty, zegt Nijhuis. Oh, die is makkelijk gegeven, want Suárez was de controle over de bal kwijt. Maar dat telt niet bij Nijhuis. Suárez. Saïs kwijt. En dan laat de vouw het been staan. Zoveel is waar. Hoewel, ja, ik vind dit geen strafschop. En Ajax krijgt een buitenkansje. En Van Veldhoven begrijpt de voetbalwereld niet meer. En eerlijk is eerlijk, hij heeft een punt. Maar lijkt dat als Suárez die penalty benut kwijtraakt. En dat moet natuurlijk eerst nog wel gebeuren. Missen ook nog wel eens. En nu is het raak. Titon in de goede hoek, maar Suárez scoort. Zijn eerste in de competitie na de winterstop. En Van Veldhoven cynisch met twee duimen omhoog. Ja, hij heeft hem bijna, maar dat telt dus niet, hè. Suchwin. Oleguer. Niet bij de Zeeuw, daar zat Vormer tussen. Jansen. Jansen, daar is de kans op 1-1 en die laat Jonker liggen en zal zich nog lang afvragen hoe dit nou toch mogelijk is. Zo vrij voor het doel. Door Jansen aangegeven, mooier kan je ze echt niet krijgen. Hij kan nog een paar pasjes maken en schuift aan de bal. Zeer beheerst langs doelman Stekelenburg, maar ook even beheerst naast de verkeerde kant van de paal. Suárez. De Jong wijst. En is hij nog? Nee, dat is dan dus geen buitenspel. De bal komt van tegenstander af. Ja, zegt Nijhuis, die wijst dat ook aan en gaat door. En dit is weer een strafschop. Nijhuis geeft terecht de voordeelregel. En de tweede keer geel aan de vouw. En die gaat er dan af met rood. Er is geappelleerd voor buitenspel. Er is gevlacht voor buitenspel. Zoveel is waar. Maar daar zat hij naast. En dat zag Nijhuis goed. De bal komt van een medespeler. En Nijhuis zag dat. Corrigeert zijn assistent. En dus mag De Jong verder. En die gaat dan over de knie. Het is al sowieso geen buitenspel. Dat is punt 1. Dus, maar dat kan Nijhuis niet constateren. Wel dat die bal is aangeraakt door een tegenstander. Ja, dit is wel Hens van De Jong trouwens. Dat is dan niet gezien. Dit dan weer wel. Trost is woedend. Trost moet echt tegengehouden worden. En dus voor de tweede keer het duel van de 11 meter. En nu kiest hij de andere hoek. Dat doet de doelman ook. Maar Suárez verslaat hem voor de tweede keer vanavond. De Jong. Pantelic. Suárez is sneller. Is weg en maakt zijn hattrick. Suárez. Op aangeven van toch nog even Pantelis, want ik vermoed dat hij eruit gaat. Drie op een rij. Twee penalties en dit doet hij toch fraai, hoor. En dan is hij een killer. Suárez 4. Suárez 4. Ja, als hij opdreven is, dan staat er geen maat op. De Jong. Maar dan is er nog een hoop werk voor Suárez. Maar dat kun je aan hem toevertrouwen. Kruiswijk staat erbij. Probeert het tegen te houden, maar is kansloos. Deze beweging is goed. En dan het stuitje. Dan een vernietigende uithaal. Emmanuelsson. Suárez. Achter de standbeen langs. Maar net niet bij Eriksen. Maar nog wel goed voor een ovationeel applaus. Want voor zover het nog nodig was,
benadrukt Suárez hier vanavond nog maar eens zijn waarde. Voor Ajax, zeker in de tweede helft. Van Veldhoven met het handje op Jol. En Van Veldhoven troostende woorden ook van Jol. Het zal woedend zijn over wat zijn Roda overkwam aan het begin van de tweede helft.